Vandaag met een walibi, net op de douche en eigenlijk ben ik al in bed geweest, maar het maakt niet uit. Nog een hele leuke dag van maken. Let's go. Ik druk alvast even op dat blauwe duimpje omhoog natuurlijk, als jij meer vlog wil. Ja. Het is niet al te mooi weer vandaag. Zo. Klaar. Oké, vandaag is het dus 30 juni volgens mij. En we gaan vandaag naar Walibi Holland. Ik denk dat iedereen het wel kent. En ik ga daarheen met vrienden. Het is super, super tof worden. Ik heb geen flauw idee of ik nu goed film. Ik sta hier echt in de keuken en ik kan eigenlijk weten gewoon zo doen. Ik weet ook zo niet of ik goed vlog. Ik ga gewoon vloggen. Ik ga gewoon filmen. Ik ga ze nu eventjes een beetje maken. En dat moet wel goed komen. Jullie denken echt, wat is dit voor idioot met zijn kipfilet, kaas, ketchup en mayonaise, maar geloof me, het is... Het begint nu al te regenen. Eerst even een stukje fietsen. Dans! Ja, hij gaat. Ja, zo. Vandaag, 9 uur. IJsland. Ja, IJsland. IJsland. Nee. Zo maar. Nee. Morgen. Holland, Portugal vandaag. Ja. 9 uur. Holland. Wat dat? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. The world of best footballer, Cristiano. Deze. Ja. Oh, deze. Deze. Messi. Fuck you, Messi. Ja. Messi, fuck you. Cristiano Ronaldo, best of the world. Ronaldo. Echt mati. Ja. Kijk. Beetje. Praat Nederlands, sorry. Ja, mati. Xavi Alonso in Nederland. Ja. Alonso is. Station Zwolle. Nog eventjes overstappen nu. Eén is helemaal aan de andere kant. Thuis, ga jij... Maar we moeten helemaal naar de andere kant. We moeten onderdoor, of niet? Dan. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California. Trying to make it in life, in school they never taught. Kijk, je hebt hier een bank, die maakt op die witte dingetjes. Ja. Ja, nice. We hadden struggles met ons kaartje. Nee, moet ik kut. Ja, echt. Huh? Maar moet het toch die kant op? Nee. Er staat 1 tot met 7. Oh, ja, sorry. Bedankt voor de hulp. Hij heeft het bijna verkeerd gedaan, jongens. Ja, wel mooie muziek hier.
Waar staat hij nu op? Oh, ja. Kijk. Ah, moet ook weer omhoog. Hey! Nee, we moeten hier omhoog. Doe nu struggles, hè. Is Melissa er niet? Non de vue. Waar is zij? Mijn vriendin moet weer de leukste struggles hebben. We moeten die kant op, maar zij ging die kant op. Nice. Colder than ever. Nothing like I remember. Like spring is the winter and every day is like December. So bring out your coats, bring out your sweaters. There's no telling when this weather is gonna get better. Cause I remember the moments when I was thought as a joke. Now they giving me handshakes saying it was a joke. Tweede station gehaald. Je mag er wel in. Hallo. En die zie je zo. Vind je het mooi? Nee. Niet mooi. Ga weg. Hier, het Walibi. Wow. Busreis net gehaald, moest rennen, maar we zijn Walibi. Tascontrole, kaartjes hebben we al, dus geen probleem. Hey. Okay. Doei. We zijn in Walibi, jongens, dames, meisjes. Walibi. Oh my god. Hey, wie wil mij even filmen dat ik hem hand geef? Wil iemand mij filmen? Oh. Oh shit. Vloggen gaat fout. Leuk. Yeah, ik heb het samen dab met de konijn. Wow. Ik heb dab, jongens. Wow. Ook dit moet gebeuren, jongens. Oh. Thijs, jongen. Ik ben echt autist, jongen. Echt vieze vlekken bij. Het is cool, zo, we moeten pissen. Pie, zou ik ze zelf gaan? Nee, maar dat lukt niet met één hand. Oh, ik moet dit ding ergens kwijt. Zijn jullie klaar? Nee, doe maar uit. Ja, je moest toch kakken? Ja, nu niet. Na de plaspoten is het... Eindelijk tijd om in een attractie te gaan. Lego! Oh, ik wil een die! In die! Ja! We gaan nu in de waterbaan. En ik ga mijn telefoon echt niet meenemen daarheen, want dat wordt het laat. Hé jongens, dat is de uitgang, Pipo's. Hé, schatjes, kijk even naar voren. Daar zat toch uitgang? Oh! Nou ja, ik stop met filmen. Waterbaan, let's go! Waterbaan was awesome! Lekker nattigheid! Ik ben een beetje natje. Praan zit is leuks. Nice, let's go! Hij stelt niet scherp. Kut! Ding! Hey, schat, laten wij erin gaan. Stel scherp! Hè? Nou, dit wordt de volgende, jongens. Dit gaat de volgende worden. Gaat heel licht. Gaan wij er samen in? Jawel! Wel! Wacht, rijden! Haal het al best mee. Wachten! De hoogste, snelste en langste van de Benelux. De Goliath. Hier we go. Wat is het? Goliath, toch? Goliath. Hebben we gehad, hij was fucking ziek, jongen. Hij was echt vet. Hij was echt vet. Hij is de hoogste, snelste en langste, toch? Van de Benelux. Van de Benelux. Ja. En hij was fucking ziek. Hij was echt ziek, jongen. Echt mooi, denk ik. Echt ziek. Echt ziek. En dan gaan we weer verder. Gaan kijken waar we heen gaan. Doei. Jongens, daar staat Dylan Haag. Daar staat Maak je nou? Nee, ik maak echt filmen. Ja, ik vind het wel cool, hè? Nee, maar ze zitten altijd te zeggen, Teun is klein, maar dat valt best wel mee. Dat is best ziek dat we nu hier tegenkomen. Ja. Heb ik weer een mooie titel. Speed of Sound. Dit is een over de kop gaande, heel erg veel over de kop gaande achtbaan. En je gaat er ook nog eens terug doorheen. Nou, dat gaat leuk worden. En ik ga kotsen. Wow. Eventjes wachten en dan kunnen we erin. Speed of Sound check gehad. Beetje duizelig, maar ik had echt verwacht. Ik had echt verwacht dat er gewoon echt kotsend eruit kwam. Maar het valt mee. Ik ben een beetje duizelig, maar het valt mee. Ik heb... Oh, maar ik moest een boer laten toen. Toen ik achteruit ik moest een boer laten. Dus ik dacht, shit, nee, dat gaat niet goed. Maar het is goed gekomen. Ja, de nieuwe Fanta reclame wordt hier dus gemaakt of zo. Dat is super tof. We hebben net met die man gepraat. Super tof. Ik vind het wel vet.
Dit is dus een nieuwe Fanta reclame. En we chillen hier eventjes. Eigenlijk moeten we wachten op Dylan, maar we weten nog niet of die komt. We weten niet of Dylan komt, zeg maar. Dus we moeten maar even afwachten of dat terug gaat worden. We weten het echt niet. Maar dat hopen we natuurlijk, want ga ik niet vragen voor in die vlog natuurlijk. Jongens, we hebben net gewoon Fanta gekregen van de marketingafdeling. Die man die daar werkte zei, ze kwam naar ons toe. Geniet ervan jongens, niet super koud, maar het is fucking koud. Het is gewoon echt lekker. En we hebben gewoon gratis gewoon Fanta's gekregen. Dat is wel tof. Krijgen we de uitgang ook nog een flesje. Dus twee voor de prijs van één. We zitten nog steeds bij het ding. We wachten eigenlijk op Dylan, maar we weten niet of hij nog komt. En tijdens dat wachten hebben we gewoon een lekker Fanta flesje gekregen. Hè. We zitten hier gewoon midden random op het plein. Chillen. Dylan, jongens, dan komt hij zometeen wel hierheen, denk ik. Net laatste keer wc geweest en nu is het tijd om weer het park te gaan verlaten. Nou, we staan nu bij de uitgang, dus wat hebben jullie allemaal te vertellen, jongens? Dat is een vriendloos bed. Ik weet niet waar Melissa is. Melissa, die is hier. Ja, ben in Melissa, wacht hou. Nee, laat even, is een vriend. Dat is allemaal. We staan weer op Harderwijk, jongens. Het is nu mooi weer. Net hadden we echt scheid weer. Ik zei, ik moet nog even vloggen. Iedereen, is hartstikke nat. Ja, maar vond je van het dagje, Thijs? Dagje was wel leuk. Ja, toch wel? Dagje was wel leuk. Alleen jammer zo van die stortbuien, maar we gaan nu naar Utrecht Centraal. We hebben nog met Dylan Hagens gepraat. Nee. Jawel, ik wel. Ja, ik moet je nog wat vertellen, Thijs. Ik heb het helaas niet kunnen fixen. Nee, maar hij mag niet filmen. Ik ben naar Dylan gelopen, want hij stond bij de nieuwe attractie. Hij stond daar in de station. Oh, ja, en toen ben ik heen gelopen en toen heb ik gevraagd van, ja, kun je misschien een intro voor mij filmen voor een vriend van mij? Ja. Toen zei hij, ik mag het niet doen, maar ik had het heel graag gedaan. En toen heb ik nog even een uurtje op hem staan wachten of zo. Toen heb ik het nog een keer gevraagd. Maar toen mocht het nog steeds niet. En anders had het niet eens. Okay. Nee, ik ben wel. Nee, grapje. Als je dit ziet, dan willen we nog een keer op de foto. Ja, dan willen we nog een keer dat je een intro filmt. Ja. Wow. Verwachten we. Ja. Ja, maar ik zag het al op Snapchat. Ja. Dat hij in de nieuws stond. Ja. Dat hij wat? Nou ja, nu gaan we doei. Utrecht Centraal aangekomen. Nu een plekje zoeken voor om te eten. Dan gaan we eten en dan gaan we de trein terugpakken. Want daar staat nog kut. Ook de dom gespot, jongens. Nog steeds op zoek naar voedsel. Maar we zijn hier nu in Utrecht. We lopen al een tijdje rond en we zoeken gewoon lekker een plekje om te eten. Maar ja, daar loopt de rest en wij waren even wat door onze schoenen halen. Want er zaten allemaal van die steentjes van die kutregen net. Maar we lopen dus helemaal voorin en we moeten eigenlijk gaan haasten. Klaar met eten. En nu eventjes volgens mij langs Starbucks of zo. En dan de trein terugpakken. Dat is fucking lekker eten. En verder niks. Thuis om 9:15 of zo. Dus gaat leuk worden. In ieder geval nu volgens mij richting de Starbucks. Ja, Thijs gaat voor het eerst naar de Starbucks. Ik weet niet eens of ik het lekker ga vinden, maar ik ga het wel filmen. Alle dames moeten weer de lusje in hoor. Stinkspul. Nonde hier. Ja, want wij moeten ook even de hipster uithangen hier. Oeh. Nou ja, Starbucks dus gaat. Luna Spoor 19 en naar Hause. Jan!